Mensen, buiten de kijk naar een nieuwe video van Theory Day Games MC. We gaan nu een heel iets gloednieuws brengen. Dat we normaal elke keer gaan doen. Maar we gaan dus elke maand, op het einde van de maand, gaan we een challenge doen. Ik kan zeggen, we zijn nu januari. Dit wordt challenge januari. En we gaan... Nee. Lekker, hè? Ja. Oké, ja. Ik ben hen zeker dan? Ja, dat gaan we doen. En februari komt er ook aan. Met zijn verjaardag ook. Oké, jij gaan beginnen. Dit is de Bean Boozy Challenges. Oké. Maar misschien laten draaien via de dingen hier. Jij dat? Dus gewoon om eens te tonen hoe dat werkt. Ja. Dus je moet dit doen. Ja. En dan heb ik de smaak. Dus blauw. Fruity Fruity of Stinky Socks. Oké. Dat kan je zien. En Stinky Socks. Maar het is nu nog niet voor echt, hè. Nee. Nu is het voor echt. Ja, slecht. Deze zijn onze snoepjes, de Bean Boozit. Hou jij even vast, mooi. Hoe heet dat nu weer, de challenge? Bean Boozit challenge. Ja, Bean Boozit. Allee, dit moet wel. Wacht. Jumba. Nee, dat werkt niet zo goed. Ja, waarom mag ik het hopen? Allee. Ja, het is goed. Oké, weer de blauwe. Dus... Tutti Frutti of Stinky Socks. Tutti Frutti of Stinky Socks. Hebben we het nog? Is het dit? Ja, dat is die. Ja. Ja. En ja, 3. Jij mag ook nog. Ah, is ieder al 2? Ja. Oké. En ik... Nee, je moet draaien, hè. Anders is dat niet eerlijk. Oké. Maar nee, maar niet als ik dat werkt niet zo goed. Nee. Nog niet veel gespeeld. Ja. Beach of barf? Okay. Jongens, weten jullie wat barf is? Heeft eigenlijk geluk, want peach is pers, ja. En barf, dat is, ja, moet je dat uitleggen, een soort banana cocktail. Ja, kijk, dus dit heb ik. En hij heeft stinky socks of... En Dylan mag plaats nemen, de laatste mag, en nu ik dan. Jongens, barf, dat is kots. Dat is kots. Weet ik. En ik kan ook. Nee, ik kan dat niet aan. Dat moet. Nee. Nee. Die eerste, de uitdaging heb ik waarschijnlijk verloren, maar deze kan niet doen. Nee, ik moet hem ook niet uitleggen. Ja, dat weet ik nog. Hey, shit, kast denk je zo. Ik zou niet kunnen werken. Denk het. Kijk, we hebben allemaal. Nee. Dus ik ga dat in dat papiertje leggen en ik kan ondertussen een opfretten. Oké, jongens, 3, 2, 1. We gaan overgeven. We gaan overgeven. We gaan overgeven, oké. Terug. Hij was dus even uit die stinky socks moest een beetje uitspugen, overgeven een beetje. En, maar we zijn terug. We gaan dit aan elkaar plakken, maar we gaan verder doen. Ja. Dan begint. Ja. Oh my god. Oh my god. Ja. Stinky socks of Tutti Frutti. Tutti Frutti kan wel lekker zijn, hè. Rustig. Welke kleur is... Ja, oké. Die zijn er niet meer. Jawel. Welke niet? Tutti Frutti is... Wacht, jongens. Ja, daar is Tutti Frutti. Of... Je moet even op wrijven. Dat is het truc van mij, jongens. Altijd wrijven en rikken. Zo rik je het voor de wand. Hè? Laat maar rikken. Ja. Of het was het. Dat is het. Nee. Of van die kotsen, maar straks. Wow. Ik hou het nog in mijn hand. Ja, tussenin. Opnieuw. Ik hou het in mijn... Tot hier. Tot zo biedt.
Want ik ben nu begonnen, nu betijd is. Het laatste begint altijd zoals dan straks. Nee. We gaan dat zo een stuk of 3 keer doen of zo. Ik weet niet, we gaan zien. Allee, klopt. Maar elke maand doen we dus een challenge, dus... Wat nou? Ja, we zijn al toeterd. Allee, er stond in lukt ja, dat is een auto, dat was een nijne. Oh, is hier van onder zo vast? Niet zo daarop. Ja. Oké, okay, nee, wacht. Wat? Nee. Ja, kijk zo. Ben je zo handig? Oké. Okay. Het zwarte. Tussenin. Well, oké, okay, waar is okay, dichtbij? Het zwart. Groen. De groene. Ik heb dit. Boeker of peer? Dat is peer of snot. Ja. Moet ik er ook een ding eerst hij, hè? Eerst ja. Jij. Eerst jij. Ja. Ah ja, want ik ben begonnen. De laatste hint. Ik krijg lekker peer, jongens. Sappig, hè. En ik hier ook stinky socks. Als ik nu kots, is het een stom snoep, hè. En die ga ik ineens. Nee. Hé, ja, je zit er al. Kijk naar de nieuwe deel van de Beanboozlet. Ja. Dylan en ik moesten even uitleven. Ja, maar we gaan dat 3 keer doen, dus dit is de laatste Dylan keer. Dylan heeft al een chocotoffee, dus hij mag geen meer nemen. Nee, Roman is dat 1 keer per dag. Maar we gaan dat allemaal aan elkaar plakken, die 3 delen, zoals jullie al 3 hebben gezien. Maar we gaan nog 1 keer doen, dus... Skunkpre, jongen. Dat was echt vies. Maar sorry voor de onderbreking, maar dat kan... En ik heb... Bruin. Skunkpre of... Ah, nee, drop... Of een stinkbak. Ja. Nee, ik wil dat niet. Ja, ik nee. En ik heb dat voor vorige keer moeten echt kotsen. Ah, wacht, wat is dat een keer? Ah, maar het zijn er geen meer, zie. Hè? Het zijn er geen meer. Spijtig. Ah, ja. Wacht. Okay, ja. Dus je hebt eigenlijk wel geluk, hè, want je wou die niet, maar het zijn er geen meer. Ja, zie. Als je het eerlijk kunnen zien, zie. Het zijn er geen meer. Kijk, ja. Oh, kapoetje. Weet je best dat we fixen, hè? Jongens. Wans gaan we tanden doen? Ja, gefixt. Ja. Tandenpasta is pas lekker, maar ik heb die allemaal opgegeten. Oké. Okay. Ja. Ah, ik vind het smaakt nog altijd. Tussenin. Oh, nu werkt het. Tussenin. Ah, nee, daar. Paars. Groen. Het kan. Limoentje ja. Of lauwklippens. Wat is lauwklippens? Ras. Daarmee was dat. Ik heb dat al een keer gedaan. Echt ras eten. Zo. Challenge ook. Okay. Raad dat onze tijd hier niet staat. Mama. Nee, Dylan, is dat waar? Dat is niet van mij. Jawel! Dat is niet waar! Ik heb het daar op een koot! Ik heb nog nooit, dat is die van jou! Nee! Gewoon, want ik had deze! Nee. Hé, je bent, je moet hier liggen! Door de mannen! Ja, oké. Tussenin. Tussenin nog een keer dus? Ja. Maar de paarse, en dat is... Dat is gewoon moldy cheese. Dat is gewoon gemolten kaas. Ja. Waar ze aangaan. En karamel. En karamel. Dat is gewoon lekker op de hamburger, hè. Dus kijken als hij erop is. Oh, die is niet veel leuk, joh. Die is hem leuk niet. Wacht eens, doen eens. Jawel. Ah, deze. Hey. Nee, wacht je. Ja. Oh, die, hè. Wacht eens. Ik ga je een beste geven. Dat is karamel. Het gele. Dus ik ben een poep. Nee, ik meen het. Allee. Oké, ik meen het als een stinker. En als we de 15 likes halen, doen we 2-2.
Ja, maar dan gaan we... In februari komt uiteraard een andere challenge. En dan gaan we nog zien welke... Ja, gaan we nog zien. Oké. Nelle begint. Jongens, ik zweer, dat is schimmelkaas. Ja, dat weet ik niet erop. En? Wat heb je? Ditje. Ik kan zo zeggen dat nee. Ik ga even naar Dylan kijken, hè. Zie je nee, maar nu gaan we Leten nog doen voor de laatste. Dan gaan we afronden. Dan! Gelukkig! Wat is dat? Wat? Limoen! Wow! Hij is dus gewonnen. Hij had dat gaan zeggen. Ja. We gaan een extra doen, jongens. Oké, we gaan een extra doen. Voor jullie, hè? Ja, voor jullie. Hierom is de tijd nog maar niet. My little pony. Skunk, Spinner, Flickeris. Nee, dat hebben we niet meer. Nee, die hebben we niet meer. Spijtig genoeg. Nee, gelukkig genoeg. Allee. Nee, spijtig voor jou. Tussenin. Tussenin. Ja, weer opnieuw. Ja. Tussenin. Tussen jou, weer om. Tussenin. Lime en Was dat niet tussenin? Nee. Okay. Hebben wij die nog? Die blauwe? Nee. Ja, de tandpasta is lekker. Ik heb die allemaal opgefrit. Ja, we waren hier gewoon niet meer, jongens. Geen tandpasta niet meer. De pas hier opgefrit. En ook geen limoen meer. We hadden een nieuw pakje gekocht, niet? Ja. Ja. Nee, tussenin. Ja, maar dat peertje moet hier zo staan, hè. Dat was zo. Oké, doe maar. Gelukkig dat ik die niet heb. Weer die, hè? Die hebben weer niet. Limoen, dus. Maar die hebben we blijkbaar niet meer. Dus je frit die als stinky sauce? Ja, dat moet je doen, want het was rechtop. Ja, Leiden. Het was rechtop. Jij moet... En wat was dat van kleur? Wacht even. Wat zit hier nu weer? Die is helemaal verschoven. Kijk al. Ah, hier, stinky sauce. Zo, een beetje dingen bij allemaal kleuren. Niks. En waar is de ander? Lekker? Tutti frutti of stinky socks? Je zal altijd iets lekker zijn altijd. Nee. Oké, nu sta mij. En de knolle is zot en die heeft daar allemaal in. Zit tussenin, dus dat gaat al niet. Maar ik had geluk dat was tandpasta. En limoen. Johan, hè? Weer tussenin. Zeg, weet dat je toch. Oké, dat is tandpasta, dat gaat al niet. Dan pas heb je niet meer. Ja, ballen rood. De grijze. En dat is. Ah ja, baby wipes. Of coconut. Wat? Ja. Ik ga die ook voor jullie doen, jongens. Hashtag respect. Hier, 2-1. Let go, ik begin. Heb je die voor die? Waar is die bruine? Oké, nu is dat mij. Dit kan lekker een vies zijn. Omdat Leiden de extra telt niet meer voor dingen,
Maar Leiden is dus gewonnen met de 3. En hey, ik moet nog één, hè? Jawel, Leiden is gewonnen met de 3 en hij heeft een extra gekregen. Ik heb nog een chocotof. Ja. En die ga ik even nu opeten. Want het komt niet goed. Oké. Hij heeft dus gewonnen. Maar ga je speciaal voor jullie doen naar extra. Een kipkokkel. Ja, lekker. Ja, baby wipes. Is dat baby wipes? En baby doekjes. Maar dat is makkelijk kokosnoot. Dat is baby doekjes. Maar dat is makkelijk kokosnoot. Dat kan. Ja, is er niet? Je hebt parfum in je mond. Je mond ruikt zo maar. Ja, maar het smaakt naar kokosnoot. Wat is het? Ja, zegt. Het valt tussenin zijn. Ja. Ja, hè? Ik wil geen parfum in mijn mond slikken, dus. Moet, ja. Nu ah, één. Moet ik het? Ja, je moet. Nee, maar kan, dat heeft tegen een ander gelegen. Verloren, sowieso. Maar ik kan wel een ander pak. Ik kan gewoon een keer iets anders doen. Top, zo. Nu gewoon vrijwillig. Ja. Dat is niet van mij. Je hebt de spik tegen mijn hand. Oké, okay, maar ik kan iets heel speciaals doen, omdat ik verloren ben en hij is gewonnen en hij kreeg zo'n lekker chocolade. Ik kan niet kijken. Oh. Smakken maar. Booger of lime? Die lime is zot lekker. Wat jolo het. Ik zou geluk hebben waarschijnlijk. Je wordt zot van die smaak van lime. Ik wil dat vergeten. Dan mag nog één vrijwillig. Nee. Hij is 13 en ik ben 11, dus plus 2, ja. Oh ja. Want hij is een man, hè. We hebben nog superveel bruine over en dat zal de vieste zijn, dus ik kan... Nee. Nee? Nee. Oké, dan ga ik het vrijwillig doen. Ah, kot, maar die heb je al gehad, die baby. Ja, die heb ik al. Pak die bruine. Ja, ik kan de bruine nemen. Hé, hey, weet toch, mensen eten toch hondenvoet? Ja. Honden eten, ja, wel, daar is niks mis aan. Ik heb dat ook al gegeten, al 7 keer of zo. Dan een massa veel bruine. Ik heb al een keer kattenvoer gegeten. Mm-hmm. Hondenvoer of... Chocoladepudding. Of chocoladepudding. Dat is lekker. Denk ik. Op hondenkak. Ja, nu zou jij nog. Nee, mijn kast. Grapje. Oké, jongens. Hey. Baby wipes of kokosnoot. Kokosnoot. Leiden is dus de winnaar van de challenge van januari. Mm-hmm. En we gaan ook een keer gewoon tussendoortje doen. We gaan ook een keer een tussendoortje doen op zijn verjaardag. Gaan we een keer, dat is donderdag, gaan we een keer iets met wierook doen. Zo ting ting, vuur, rook schieten. En like, abonneer, reageer voor meer. En er komt meer dan in februari met challenge. Ciao mensen!